Hi Carmen. Hi. Hoe gaat het met jou? Goed hoor. Mooi zo. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is alweer even zien. Ik ga van de computer, die geeft de juiste tijd aan. Die heeft het 13:35:05. Ik heb Frodo net zijn medicijntjes gegeven. Ik heb de tuin al schoongemaakt, de wasmachine draait al. En dan ben ik aan mezelf even toe, een bakje koffie en een broodje. Ik ben al wat laat, maar dat maakt niet uit. Ik had het eerste keer, nou denk ik iedere dag, hoofdpijn. Maar de ene keer is het erger en de andere keer. Ik moest nou weer medicatie innemen. Ik krijg straks Carmen weer op bezoek, bij huishoudelijke hulp. Dat in haar vrije tijd, dus buiten haar baas om. Ik ga met haar mee, want ze wil een nieuw abonnement met, haar met een nieuwe telefoon. Bij een andere profiler, dus ja, komt allemaal goed. We gaan gewoon naar Vodafone. Ja, die is veel beter. KPN veel te doen. Ik ben vele malen goedkoper uit bij Vodafone dan bij KPN. Ik vertel niet hoeveel, gaat een ander niks aan. Punt. Klaar. Gaan ze mezelf ook maar heen. Waterkoker staat al op. Dat maar een klein beetje af was. Nou ja, dat laat ik gewoon straf. Ik stond om in die vaat was het te doen al. Dus dat komt wel weer wanneer er weer genoeg is. Mijn kerstspullen, hak dat of dat, weet ik niet. Moet ik laten staan en laten hangen. Tot, en met de 11e, dus na 11 januari, ga ik pas weer opruimen. Want Corrie die komt. Ja, die wil het graag nog eventjes zien. Dus ja, laat ik het er gewoon hangen, of dat meen je zie. Waarom ook niet? Helemaal geen probleem. Nee hoor, dan even wat later. Of je nou naar de 6e of naar de 11e op gaat ruimen. Ja, wat maakt het uit. Komt goed allemaal, dat lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is, hier al waait het wel. Het is hier al koud. Het is hier grijs en grauw. Dus, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar kleed je goed aan als het ook zo is. Ja, want het is niet bepaald warm te benoemen. Ik weet ook niet hoeveel graden die... Oh, mijn toon hier al aangeeft bij mij. 8,5 op de vlakte. Dat is op de vlakte. Bij de poort gaan we even kijken. Daar is het 11. Dus ja, het scheelt toch nog behoorlijk op de vlakte of in de bebouwde kom. En vooral in de Luwte. Dus, nou, een kandalf, ik weet niet wat die markeert. Ik hou hem, hij is gewoon verder normaal, maar aan niet. Elke wat, en hij wil absoluut bijna niet naar buiten. Nee, ik moet gewoon buiten zetten en gauw de deur dicht doen, want voordat je het weet is hij weer binnen. Dus, ik denk dat het hem ook te koud is, maar ik ben dat van hem niet gewend. Nee, hè? Kereltje. En hij brulde er net. Ja, zijn staart lag weg onder mijn wielen. Ja, ik kan er niks aan doen. Moet hij er wel aan denken hoor. Ik weet het niet waar die is. Ik zie dat niet. Ik heb geen ogen in mijn achterhoofd of wat dan ook. Dus ja, dan lukt dat allemaal niet zo. Hé, kerel? Nee. Ja, hè? Wat dikkie. Hé? Maar oké, lieve vrienden, ik heb een oranje papier in de deur gehad. In de brievenbus, laat ik het zo zeggen. 12-1-2019. Ja, 12-1. Dus vandaag over een week. Dus even denken, ja, de 11e, dan komt Corrie, dat is op vrijdag, dus de 12e, zaterdag. Nieuwjaarsreceptie in het buurthuis. Ja, nou, we zullen het even verder gaan lezen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder en tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik heb een bakje koffie. Maar ik zit niet alleen hoor. Nee. Zie je die koffie? Lekker hè? Joh, is lekker. Die heeft het al op. En dat is onze Carmen. Hi Carmen. Hi. Hoe gaat het met jou? Goed hoor.
Mooi zo. Ik vind het leuk om hier te zijn. Nou, daar ben ik ook blij mee, ja. Dus ja, dat is dus eigenlijk mijn huishoudelijke zorg. Maar we zijn ook zusjes van de kerk. Kom door de kerk, dan word je zusjes. Als je dus lid van de kerk bent, gedoopt bent van de bij de kerk, dan word je broeders en zusters van elkaar. Van jou. Ja. Maar we zijn ook vriendinnen geworden, omdat we elkaar al konden. En dan komt ze in een huis waar ik dus woon. En we keken elkaar aan. Ik ken je. Waarvan? Van de kerk. Dus ja, leuk toch? Gezellig. En dan ga ik dus met haar naar, wat ik al zei, Vodafone. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En ik zou zeggen, tot strakjes. Doei doei. Thank you.
Thank you.